met keihard. En maakt niet uit, zit er gewoon binnen. Gewoon een filmpje opgenomen. Ja, ik ging even trainen. Ja, dat voel ik me goed. Ja, ik moet spannen. Ja, jongens, ik wil dit weten op de hoogte houden. Ja, het is wel spannend. Ja, om het jaar weer te beginnen met een frisse start. Kijk, jongens, we starten al met een mooie uiteinde. We gaan eerst kerst vieren. Ik weet niet of iedereen nog in feeststemming zit. Maar ja, in ieder geval, ik zit al lekker in de feeststemming. Maar tegelijkertijd ben ik ook bezig met werken. Ik ben ook bezig met het ontspannen. Zoals je ziet, ik hou van trainen. Ik vind het best wel erg op geweldig, weet je. Broers hebben zoveel mogelijk te trainen. Nee, excuus. Ik zeg niet tegen mezelf, joh, ik heb geen tijd. Nou, hoe helemaal met tijd omgaan is al verschillend. Voor iedereen is het verschillend. Omdat omgaan met tijd is... ik zeg altijd, tijd is een factor. Toen niet kijken naar dingen van wat tijdsgebonden is, maar wat situatiegebonden is. Wat is de situatie? Ik wil natuurlijk jullie vertellen wat jullie allemaal kunnen doen binnen 15 minuten. In 15 minuten kun je eigenlijk al heel veel doen. Of je nou gaat koken, je gaat sporten, of je gaat gamen, of andere dingen doen, administratie bijhouden. Je zegt altijd, mijn taak duurt maximaal 15 minuten. Dus hij zegt dat genoeg tijd om dingen te doen. Genoeg dingen om te ontspannen. Genoeg dingen om je administratie te doen. Buiten gaan of binnen. Activiteiten, maakt niet uit wat je gaat doen. Goed, we gaan met tijd doen. Is verschillend. Er zijn ook natuurlijk verschillende aanpakken van wat tijd is. Hoe gaan we daarmee om? Kijken naar wat we kunnen doen. En niet te veel nadenken over dingen. Naar het denkproces. Denkproces duurt veel te lang. Ze gaan altijd verkort het denkproces, waardoor je veel meer tijd over hebt om dingen te gaan doen. Nadenken kan een uur zijn. Maar wanneer je voorbereid bent en je weet wat je gaat doen, en je hebt besloten om wat te gaan doen, is een taak maximaal 15 minuten. 15 minuten om te gaan met wat je gaat doen. Oké. Gaat erom ook dat je ook gewoon bewust bent van jezelf. Wat kan je op dit moment doen? Ben je voorbereid? Oké, welke stappen ga je nemen om dingen te gaan doen? Ja. Goed, morgen ga ik met mijn schoonouders en mijn vrouw. Hier gaan we een feestweek doen. Dat zijn nog wel even feestnemen. Okay. Voorbereiding gaan we ook eten. Ingekocht. Ja, dan gaan we ook even eten. Voorbereid. Het is niet alleen inkopen, maar wel dingen voorbereiden. Zodat we niet hoeven te haasten. Zodat we morgen gelijk aan tafel kunnen zitten. Gewoon eten. Het scheelt wel tijd. Voorbereiding scheelt gewoon tijd. Een heel goed stap om te... Zodat we niet hoeven te haasten. En te stressen om een maaltijd van de voorraad. Ja, inderdaad, vijf mensen. Ja, en 200. Kijk, en dan gewoon niet gestrest. Omdat we gewoon voorbereid zijn. Nou, waar hou ik ook van? Ja, ik hou van gekruid eten. Ja, het is toch wel. We hebben wat eten ingekocht. Met, ja, waren ook alvast gemarineerd is door. Door de chefs volgens mij, want die verkopen dat weer door aan supermarkten. Maar ik hou ook wel zelf om te kruipen. Ik hou van pittig. Ik hou pittige sausjes. Want ik ben wel echt van de wereldgerechten. Dan bedoel ik ook dat ik niet echt kieskeurig ben. Mensen, wat ik ook wil vertellen is ook dat jullie tijd net gebruiken. En dan ook jullie tijd mogen spenderen met de mensen waar jullie om geven. Kijk, ook al is het zo dat we niet alles kunnen hebben in het leven. Je kan niet zelf van jezelf verwachten dat ook andere mensen ook dezelfde dingen gaan doen. Of dat ze naar je komen. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook familieleden die komen niet speciaal naar me toe omdat ze vinden dat ik een beetje ver van. Maar dat betekent niet dat ik ook ben gaan zitten en ga huilen of wat dan ook. Ik heb tenminste ook nog mijn schoonouders, schoonbroertje, mijn vrouw. Die samen kerstfeest ben ik al blij om. Ook, andersom kom ik wel naar de familieleden, maar zij komen niet allemaal niet naar mij toe. Maar je zit er niet mee. Het is gewoon wat het is. Het leven kan niet alles hebben. Ik wil ook meegeven dat het leven is niet altijd zo rooskleurig. Want ik altijd wel de mooie dingen laat zien. Dus ook al wat jullie zien is, ja, zijn het leuke dingen. Maar toch? Het leven gaat verder. Geniet van het leven. Spendeer de tijd
met de mensen waar je echt om geeft. Oké, okay, ja. Oké, okay, wel relaxed is ook wel. Hondje, kan ik weer even de hele dag mee. Ja, ja. Ik ben wel heel blij met Bobby. Bobby, mijn hond. Hij houdt echt van knuffelen. En het is wel mooi dat mijn hondje toch wel naar me luistert. Hij luistert echt. En ik vind dat het mooiste aan hem is. Ja. Iemand die wel bij je bent, luistert en niet oordeelt. En ik vind dus dat mooi, mooi dat het zoiets bestaat als echte liefde tussen mensen en dieren. En dat betekent ook heel veel voor mij en blij met hem. Zo erg vaak weer bij elkaar samen. Ik spendeer ook heel veel tijd met hem. Ik ga vaak naar buiten. Binnen, buiten. De laatste tijd regent het. En ik merk wel dat hij niet graag wandelt. Maar is niet erg. Verder wil ik jullie vertellen over, ja, de nieuwe uitdaging in 2024. Nieuwe uitdaging in 2024. Is toch om mezelf ook te verbeteren op het gebied van communicatie. Ik denk dat wel of nog gesprekstechnieken verbeterd valt. Vooral met het werk wat ik mocht doen met mensen. Het gebied van communicatie is toch overal. Of nou met je werk of privéleven is toch wel kijken van hoe communiceer je met mensen. Hoe kan ik mijn communicatie verbeteren zodat mensen elkaar mij kunnen beter begrijpen, maar andersom ook. Inzicht in wat mens, wanneer je ouder wordt, dat je toch wel meer inzicht hebt in die situatie, hoe je omgaat met een moeilijke situatie. Het is niet zo dat ik niet weet wat ik moet doen, maar soms heb ik gewoon geen antwoord op een bepaalde vraag. Dan stel ik ze natuurlijk ook. Is het moeilijk? Maar ik denk dat je als mens toch soms moet toegeven om dingen te leren. Leren van nieuwe dingen. Ja, ik wil nieuwe dingen leren. Doe maar wat je wilt. Hey. Maatje staat nu naast mij. Hij vindt het leuk. Hij wil geaaid worden. Hij wil aandacht. Ja, jullie zien hem natuurlijk niet. Het is een voice over. Het maakt niet uit. Ik ben hem aan het aaien. Bobby staat naast mij. Op het moment ben ik eigenlijk ook mijn avondeten aan te bereiden. Met de Speedy Multi Cooker. Het is een multifunctionele kookmachine. Om mijn eten te bereiden dus. Hoef ik niet steeds om mee op te letten. Het is geen omkijken naar haar. Bereid je eten. Binnen een half uur of 15 minuten. Het hangt er vanaf hoe complex je maaltijd is. Meestal ga ik wel voor simpele maaltijden. Voor 15 minuten. Zo makkelijk. Hé, mijn hondje is weer bij me gekomen en wil geaaid worden. Hij staat naast mij, vindt het leuk. Maandag zo hij weet dat ik met jullie aan het praten ben. En dan zoekt hij aandacht, hij weet dat ik bezig ben. Dat is hartstikke leuk. Nee, daar had ik veel kracht en energie uit. Dat is leuk. Hij goed gesport. Dat is een goede supporter. Een hele goede supporter. Snap je? Ja. Ja, leuk. Ja, hij staat naast mij. Ja. Je ziet nu wel vaker in mijn filmpjes, maar ja, dan slaapt hij. Maar het is vooral overdag, maar in de avond is hij wel actief. Dan is hij wel bewegelijk naar je toe. En dan loopt hij rond. Zo blij. Hij is ook heel blij als hij bezoek komt. Ik ben benieuwd aan morgen. Ik vind het ook gespannen hoor. Dus met z'n allen gewoon een leuke tijd mogen hebben, jongens. Wens jullie een fijne kerst en geniet ze van de kerstdag. Ja. Beloon jezelf ook af en toe. Trakteer jezelf. Je vindt dat je het verdient. Ja. Fijne feestdagen, mensen. Fijne avond. Slaap lekker. Zie jullie nog. Oké. Doei.